Hallo allemaal, mijn naam is Jurgen Hofmans. Ik ben schrijver en ik ben hier wekelijks op Land van Lezen te zien met een nieuwe vlog. Na afgelopen maand is er een prachtig nieuw boek verschenen. Het prentenboek De Mooiste Ster van Danielle Schothorst. Ze heeft het zowel geschreven als echt enorm mooi geïllustreerd. En het boek gaat over complimenten krijgen en complimenten geven. En wat de kracht is van hele mooie gedachten. Het is echt een heel bijzonder warm verhaal. Dat het ook zeker in deze weken voor kerst heel goed doet. Maar het boek is het hele jaar door een prachtig boek om samen van te genieten. Maar door dit boek moest ik eigenlijk denken, wat zijn eigenlijk de mooiste kerstboeken van dit jaar? En daarvoor ga ik natuurlijk naar boekendeskundige Barbara van boekhandel Livius de Zevensprong in Tilburg. Kerstfeest met beer. Kerstverhalen en augurken. Daar draait het om met kerstmis. Volgens beer dan, althans. Muis daarentegen, die wil toch wel heel erg graag cadeautjes hebben. En als hij binnenkomt, dan zoekt hij meteen door het hele huis of hij iets kan vinden. Beer raakt zeer geïrriteerd. Maar het wordt toch nog een hele mooie kerst. Een ontzettend leuk kerstverhaal over muis en beer. Iets heel anders. Wintervuur. Een hele mooie bundel winterverhalen van Gerda den Doven. Bijzondere verhalen. 1 bladzijde lang. Er staan soms ook gedichten tussen. Soms zijn ze een beetje filosofisch. Moet je er een beetje over nadenken. Maar soms zijn ze ook doodgewoon grappig. Zoals bijvoorbeeld, als de winter zich op een dag verveelt, dan vindt hij de verkoudheid uit. Tot een groot ongenoegen ook van zichzelf. Een heel mooi boek om iets mee te doen. En deze gouden ouwe, die moet ik toch ook nog eventjes laten zien. Geen Stille Nacht. Het kerstverhaal gezien vanuit het oogpunt van de herbergier. Iedereen klopt aan bij hem die nacht, want iedereen heeft nog een plekje nodig. En hij is zo ontzettend gesteld op zijn nachtrust, maar het zit er niet in voor hem. Maar uiteindelijk wordt het toch een hele mooie nacht. Geen Stille Nacht.